Dit zijn wij. Hoe ja. Nintendo? Waarom dit? Omdat wij C5D zijn, we hebben gewoon de kader achteraan geplakt. Nou goed, het probleem. Het probleem was bij de GGD om ouders te motiveren om voor een kind een tussendoortje te kopen. Dit is best wel moeilijk, want ouders... kinderen hebben geen goede leefstijl. Daarnaast eten ze weinig groente en fruit. Ik had de meeste keer. Dat was dus een beetje een probleemstelling. En dan gaan we kijken naar de oplossing. Hoe hebben we dat nou eigenlijk gedaan? Nou, we hebben eigenlijk drie onderzoekmethodes al gehanteerd. We zijn eerst begonnen met een enquête. Nou, dat was hartstikke handig en leuk. Maar ja, het zijn hele brede antwoorden die je eigenlijk krijgt, niet specifieke antwoorden. Dus zijn we eigenlijk op straat gegaan, interviewen. Maar ja, dan krijg je mensen die voornamelijk in Den Haag zijn. We zijn dan naar Bloemhout geweest. Nou, mensen die willen naar de supermarkt, die willen dit doen, die willen dat doen. Maar je bent eigenlijk meer een hinder dan eigenlijk een hulpmiddel. Dus ja, wat hebben we dus als oplossing daarvoor gezocht? Van, nou, we gaan een expert inschakelen. Dus we hebben een expert opgebeld. Fantastische vrouw, was echt geweldig. Ze heeft eigenlijk heel veel vragen beantwoord die wij hadden. En daarvoor is eigenlijk drie kerndingen heel erg belangrijk voor ons geworden. Van, ik zal het even voorlezen voor jullie, want ik weet het niet helemaal goed. Ouders geven eigenlijk heel snel op. Nou, waarom geven zij snel op? Omdat kinderen heel veel zeuren en zeiden van, mama, ik wil een snoepje. Nou, snoepje, klaar. Ouders denken ook vaak dat ze het goed doen. Van, nou ja, ze hebben heel veel gezonde dingen die ze denken te geven aan die ouders. Maar er zitten, nou ja, bij het product hiervoor ook al heel veel suiker in. Dus eigenlijk is het niet heel erg gezond. Dus nou, hoe maak je het hun duidelijk dat ze het eigenlijk niet goed doen, maar het wel goed bedoelen? Nou, dat was lastig. En het is gewoon een basis van een verkeerde opvoeding. Gewoon, ja, dat zegt het eigenlijk alles al. Een verkeerde opvoeding. Dus daarna gingen we naar de conceptcirkel. Goed, de conceptcirkel. Zoals jullie weten, duid je daar heel goed mee aan wat het concept precies is. In dit geval is bij ons het hart, groente en fruit is iets wat je deelt. En onze slogan daarbij is Share Health. Dat staat ook echt centraal bij ons project. Onze identiteit is vooral kleurrijk, simpel, ook wel informatief, ook minimalistisch. Om het aansprekelijk te maken voor zowel de kinderen als de ouders. Onze doel en strategie, dat zijn eigenlijk vier dingen, omdat wij vier aparte onderdelen hebben. Daar komen we straks op. Dat is voornamelijk het activeren, informeren, motiveren en het bewustzijn creëren. Dat is het belangrijkste. En in de vorm is dat een campagne met vier verschillende onderdelen, met als kern de reclame. Daarnaast hebben we ook nog posters en nieuwsbrieven. Nou, die campagne bestaat eerst uit een bakje. Nou, zoals Arjen net al aangaf, reclame staat als kern. En daar hebben wij als bijproducten erbij als een soort van aanmoedigingssysteem voor die reclame. Dus mijn project voor deze periode was een heel mooi bakje in elkaar patsen. Dat was eigenlijk met het idee om het spelende wijs makkelijk te maken voor de kinderen om dingen te delen. Want dat is ons concept, Share Health. Dus wat het idee was, aan de op binnenzijde van het bakje heb je vakjes. Nou, dat was bij de eerste groep ook al inderdaad het geval. Van, nou ja, je maakt het makkelijk voor de ouders om het bakje in te delen. En aan de, aan de binnenkant van de deksel zou een spelletje komen. Nou, dat spelletje, dus ja, dat ook nog. Ja, zo zag dan het bakje eruit. Het was gewoon heel erg makkelijk, heel simpel. Het was met een mooi bandje eromheen. En wat het leuke ervan was, was dat je het kon personaliseren. Kon je dan een naam erop laten creëren, dat soort dingetjes. Nou ja, aan de binnenzijde zie je hier hele leuke minimalistische plaatjes die zelf in elkaar gemaakt. Als een soort van aanmoedigingssysteem. Nou, hier moet een kommetje, hier moet een mandarijntje en hier moet een broodje. Nou, dit is dan een beetje een opzet van het spelletje. Nou, hoe ik dat eigenlijk dan voor me zie, is dat dan die kinderen tijdens lunchtijd op school naast elkaar zitten. Die hebben dat spelletje, ze moeten wat doen in die pauze, dus wat gaan ze doen met het spelletje? En dan zou die spelletje, of zou een soort van ganzenborden worden en bij elke stap zou er dus een soort van uitdaging zijn. Nou, een uitdaging zou er dus kunnen zijn, eten of deel je groenten. Of wie kan de meeste komkommers op? Heb je geen komkommers? Oh, ik wel. Nou hier, geef maar wat komkommers. Dus zo spelende wijs proberen hun eigenlijk wat meer groenten en fruit te laten eten. Wanneer gingen wij toen naartoe? Wat is dit? Posters. Dan gaan
gaan we nu naar de poses. Goed, wat je hier kunt zien zijn de verschillende stappen waarin wij poses hebben ontwikkeld. Allereerst zijn we begonnen met een gewone appel. Allereerst met een gezichtje. Daar zijn we later van afgestapt omdat dat ons toch wat te kinderachtig leek. Daarna zijn we overgestapt met naar informatie met ook een hashtag, een linkje naar de site van de GGD en een zwevende appel. Daarnaast hebben we ook nog informatie toegevoegd over wat er in de appel zit en wat voor vitamines erin zitten. Dit is voornamelijk bedoeld als informatief zijnde en is ook bedoeld om opgehangen te worden binnen de scholen, in de wandelgangen van de scholen, op de prikborden. Nou zijn er niet alleen appels, er zijn ook, er is ook een peer, een ananas, er zijn ook groenten, een paprika en een wortel. Heb je al die verschillende ook bij elkaar? Nee, dat is nog maar Zijn er heel veel. Nou, wat ik nog even moet zeggen bij het bakje, was ik even vergeten. Waar we voor hebben gekozen bij het bakje is om dat niet door te laten gaan, want het was niet echt een multimedia product. Daarnaast was het ook gewoon in tijdsnood belangrijker om de reclame rond te krijgen. Dus we hebben die op een stop gezet. Maar stel dat het product of ons project wordt gekozen, dan kunnen we ervoor kiezen om dus inderdaad het bakje verder te zetten. Als we al een idee. Dan was er nog een idee van ons om bandjes te gaan maken. Ja, zoals je hier ziet, een hele mooie lege ruimte. Dat is het eigenlijk ook. Een bandje, niks. Want we hebben niks. Waarom hebben wij niks? Is omdat wij gewoon daar geen tijd voor hadden. Maar het idee is ook heel makkelijk eigenlijk te maken. Ik weet niet of iedereen Lifsprong kent. Hoe? Lifsprong. Lifsprong? Nee. Geen Lifsprong. Lance Armstrong had een heel mooi bandje gemaakt toen hij kanker kreeg. Dat is een wielrenner. En met dat bandje probeerde hij mensen aan te moedigen om bewust te worden van kanker. En als je dat bandje aanschafte, ging al dat geld naar de kankerfonds. Nou, met dat bandje kreeg je dus een soort van prestige van, nou, ik ben bewust van kanker. Dat idee kun je dus ook overbrengen naar groente en fruit. Ga je nou zo'n bandje halen, kan dat opgehaalde geld dat voor dat bandje werd gekocht naar een soort van groente en fruit instantie, inderdaad, een soort van promote GGD. En je hebt een soort van promotiemiddel onderling van, hey, ik eet groente en fruit, ik ben me er bewust van, ik probeer er bewust van te zijn. Nou, zoiets. Nou, dan kwamen we aan bij de reclames. Onze kern. Allereerst hier onze storyboard. Hier waren we nog even aan het schetsen van hoe gaan we de reclame in elkaar zetten. Dan weet ik niet of dit hem uiteindelijk is geworden. Hij is boven. Verschillende. Zijn verschillende. Oh. Dat had ik ook moet je nog een keer klikken. En dan hebben we hier ons filmpje. Als ik tenminste ook heb bekeken. Hier is ons product. Komt het belangrijkste. Jongens. Zo vaak gezien. We willen nog even wat duidelijk maken. Ja, toch maar. Bedankt voor de support. Het belangrijkste is, het idee achter de reclame is dat je groente en fruit kan delen en dat het ook leuk is. Ja, dat was eigenlijk heel ons project. Dus vanuit die conclusie zijn we eigenlijk dit gaan testen. Nou, dat is niet heel erg veel gelukt, vanwege tijdsnood. Maar we hebben zo het idee dat dit voornamelijk gewoon echt een toekomstig gericht project is. Van, nou ja, dit heeft tijd nodig voordat het echt effect heeft. Dan kunnen nu mensen gaan vragen van, nou, wat vind je ervan? Hartstikke mooi, maar heeft het effect? Dus dat kunnen we pas weten wanneer we het de wereld in gooien. Maar we hebben er een goed gevoel over. We hebben een heel goed gevoel over, inderdaad. Ja. Nou, dat was hem. Zijn er nog vragen, mensen? Ik heb feedback. Jij hebt feedback. Maar bij het maken van posters en ook in het filmpje zag ik het, moet je echt, of moeten jullie nu letten op de marges en de vlakverdeling, want het zit steeds op het randje. Van? Snap je wat? Kun je nog terug naar die posters? Van de PowerPoint bedoel je?
Nee, terug naar de posters. Ja, ik snap het. Oh, de posters zelf? Ja, die tekst is gewoon tegen de rand aan, zeg maar, dus dat valt eraf. Vlakverdeling, zou ik op letten. Ze zijn wel heel mooi, maar... Hetzelfde met de ondertitel, met de... Ja, ja, klopt, dat heb ik ook al gehoord van... Dat was niet zo dat moest. Oh, dat bedoel je hier zo? Dat valt weg. Ja, en die appel boven, die kan... Kijk, je hebt zeg maar die appel, en daaronder heb je zo'n groot stuk blauw, en daarboven zo. En als je dat gelijk hebt, dan oogt het wel een stuk rustiger. Ja. Oké. Okay. Dat was mijn... Ah ja, maar goed, dan kunnen we het ergens opschrijven misschien wel. Als we daar nog aan kunnen werken, weet ik niet. Nee, waarschijnlijk niet. Maar in ieder geval leuk voor je. Heb je nog meer dingen te zeggen? Ja, over dat filmpje. Ja. Het is de bedoeling dat jullie kinderen dat laten delen, maar jullie zijn wel oud, zeg maar. Wat we net al proberen aan te geven inderdaad, dat was misschien nog niet heel erg duidelijk gemaakt, maar ons doelgroep zijn inderdaad de ouders, bij de reclame. Het broodbakje is inderdaad het bedoel voor de kinderen, om het leuk te maken voor de kinderen, bandjes voor de ouders en kinderen. Posters is ook gemengd inderdaad, maar de reclame is echt voor de ouders bedoeld. Ja. Want die ouders zouden dan dat idee moeten krijgen van, nou, we moeten eten gaan delen, of groenten en fruit gaan delen. Misschien vanuit hun motivatie dat ze meer groenten en fruit willen eten, krijgen de kinderen ook meer groenten en fruit. Ja, dat is een beetje het idee. Maar ik zou, als je hiermee door zou willen gaan, zou ik misschien... Kinderen. Ja, kinderen. Dat zou ik wel eens willen doen. Maar het was een beetje raar om met een appel op naam basis op te gaan. Mag je weer mee? Ja, gewoon nu, gewoon een paar keer met mij nemen, joh. Want deze coaches willen jullie in school hangen, hè? Ja, basisschool. Basisschool. Ja, Engels. Ja, ja. Oké, oké, komt ie. Ja. Ik kom weg van wat Hoe ga ik dit vragen? Ik bedoel het niet lullig namelijk, maar weet ik dit van vier wat de fuck een vezel is en vitamine C en hydratine? Dat is dus het, juist het ding. Het plaatje, de appel zelf, dat vindt het kind leuk en dan staan als de ouders, die komen af en toe ook al natuurlijk om het kind te brengen, die zien dan de informatie erbij. Dus het gaat voor het kind om de aantrekkingskracht en voor de ouder om er even bij stil te staan. Oké. Omdat het kind aandacht. Het heeft twee functies. Waar hebben jullie dan het gezichtje gehouden? Ja, dat was nog een dingetje. Gisteren was het nu maar ja, we vonden het allemaal wel hartstikke leuk uitzien. Maar waar we bang voor waren, was dat men of die kinderen iets te gehecht raakten aan die appel. Dus dat zij dan die appel meenamen naar school en ze zagen dat. Ah, maar hij heeft een heel lief gezichtje, dus dan... Ja, ze dat moeten is er dan niet veel... de prikkel, toch? Dat is de prikkel van het kind. Ja, dan word ik een beetje een salist. Niet zo schadelijk, ja. Je hebt mensen die tekenen... Ja, dat was nog wel... Nee, het is goed dat je het zegt. Dat was nog wel een heel erg ding tussen bij ons in het groep, inderdaad. Veel mensen hadden zoiets van, nee. Het is dan... En sommige anderen die dachten inderdaad van, ja, we moeten hem houden. Nou... Het is nu, voor een coach, maar niet te doen, maar zo heb je gezien, secondenwerk. Dus als we inderdaad voor zouden kiezen om dat gezichtje toch aan te houden, als het getuigd wordt en de kinderen geen inderdaad aan het willen, zeg ik niet zelf. Ja. Thomas? Ik had even twee dingen. Van, hoe weet je dat zo'n poster effectief is? Hoe kijken mensen daarop? Dat is toch een dingetje inderdaad. Dan kwam zij, Ronald ook al mee. Die gaf aan inderdaad van... als jij hier op school woont, zie je alle posters op de gang. Nou ja, eigenlijk heel weinig. Maar wat we dus eigenlijk willen, is het zo vriendelijk mogelijk maken voor die kinderen. En op de gangen hangen en niet dus in een hoekje gaan stoppen, maar echt voluit bij de deuren. Dat ze het echt gaan zien. Want het is een felle kleur, het is kleurrijk. Het is, nou ja, als we ervoor kiezen om een gezicht te doen, is het hartstikke schattig. Dus die kinderen, of voornamelijk de kinderen, of vrouwen denk ik, meisjes, hebben zoiets van, hey, leuk. En nou, dat trekt misschien ook wel die ouders aan. Oké. Toch? Eens? Ja. Eens. Dan had ik dus nog even over dat filmpje van inhoudelijk. Was gewoon, dat is meer feedback. Copyright zeker. Copyright. Ja. Nee. Als in van, binnenin de context van dat filmpje vind jij gewoon een random appel ergens. Ja. En dat is dat klinkt voor mij niet heel erg als share health. Van, je raapt gewoon iets random op van de grond.
Wie weet ligt het er al daar. Het is een natuurproduct, hè, een appel. Ja, okay. Dus, okay, dus als je hem onder een appelboom hebt liggen, dan is dat logisch. Maar nu vind je hem ergens midden in een veld. Dus dan iemand heeft hem daar laten liggen. Dus blijkbaar. Dat zou een verbetering kunnen zijn voor onze lichaam. Precies. Dat was ook het idee. Dat was ook wel het idee. Had ik het wel getekend. Maar het was geen gewoon appelboom. Het was geen appelboom, dus ja. Wordt het nou niet snel. Dat was veel. Ja, ik was soms een beetje mijn aandacht kwijt, persoonlijk. Dus dat is jammer. Dat is een beetje feedback. Maar over alles wat jullie hebben, alle middelen, het is wel heel leuk, maar ik zie niet echt hoe het allemaal samenkomt tot één ding eigenlijk. Ik zie dat share health wel erin terugkomen, maar het lijkt allemaal niet echt op elkaar. Maar jullie doen het alleen voor dat laatste nu ook niet. Ja, maar het is niet echt samenhangen. Jullie vertellen vet veel dingen, maar wat is nou het uiteindelijke? Ja, precies. Nou, het samenhangen is dus die campagne. We hebben die campagne, dat is onze top als het ware, dat breidt zich uit naar de reclame, dat is onze kern. En dat zijn dan de vertakkingen van het broodbakje en het bandje en de poster. Dat zijn versterkingsmiddelen voor die reclame, voor die campagne. Dus die campagne stuur je de wereld in. Je kan al deze producten kun je eigenlijk op verschillende territoria verspreiden. Posters op scholen, bakjes aan de kinderen, dat soort dingetjes. Dus het is een heel veelzijdig campagne. Maar die bakjes gingen toch niet door? Voor nu niet, voor nu niet. Binnen ons project niet, nee, maar nu niet. Het idee was in de toekomst. Ja. Laten we het zeggen, we hebben het op pauze gezet. Ja, dat was me niet helemaal duidelijk. Want eerst ging je vet uitgebreid vertellen over dit bakje. Ik dacht, dat is wel leuk. En toen, daarna zei je, die hebben we laten vallen. En daar gingen we weer door. En toen dacht ik... Ja, maar dan was mijn verwoording misschien niet. Ga je dat ook zo vertellen aan die opdrachtgever? Wat? Dat je bijvoorbeeld dat hebt laten vallen, dit hebt laten vallen, maar daar heb je niks aan dan, toch? Nou ja, dan moet ik inderdaad op mijn woorden gaan letten. Dus niet zeggen, we hebben het laten vallen, maar dan hebben we het op pauze gezet voor deze periode. Want we kwamen in tijdsnood, waardoor we de nadruk lagen nog een keer of de keer in de kamer. Ik denk dat je beter kan zeggen dat je niet aan wil komen met drie dingen die niet af zijn, maar liever op één ding wou richten die dat dan wel af is. En daarbij kun je dan nog doen wat niet af is, maar je wel graag voor hun wilt realiseren. Ik denk dat zou inderdaad ook kunnen, die bandjes zou je zelf niet, die kan je makkelijk snel ontwerpen. Ja, nee, maar dat is het. Daarom gaan we hem er ook in zetten. Want het zijn makkelijke dingetjes en het zijn nog echte puntjes op de i. Hebben wij het idee naar? Thomas? Ik denk dat de samenhang van jullie losse producten ook wel een stuk beter zou worden als je een beetje de gelijke artstijl hebt. Want dit lijkt bijvoorbeeld niks op wat er in je filmpje gebeurt. Dus van, als ik of de poster of de video zie, dan, en ik zie dan bijvoorbeeld misschien een week later het andere voorwerp, dan ga ik dat verband niet leggen, omdat het gewoon totaal niet op elkaar met deze poster staan, denk aan animatie. Precies. Ja, dat was goed. Dus ik ben het wel eens met Griep. Nog één ding, het geldt niet. Jongens, ik hoor het niet. Ik zou niet je schetsen met de presentatie doen aan de opdrachtgever, zeg maar. Want dat is een beetje niet echt nodig om te vertellen. Dat zou ik alleen je eigenlijk willen. Oh, ik vond dat wel leuk eigenlijk, ons hele proces laten zien. Van we zijn van hier naar daar gelopen. En het is maar heel klein, hè. Het is niet dat het... Voor ons is het wel leuk. Ja, voor ons ook wel leuk. Ja, voor ons ook wel leuk. Voor de lijkt het nog meer op een verslag dan een beetje. Oké. Laten zien waarvan jij wilt dat zij gaan gebruiken. Oké, ja, we zagen het meer als een reis. We gaan onze reis van het project heen. We vertellen gewoon korte dingetjes en daarna gaan wij verder breder uitkomen bij ons project. Maar ik vind het wel een goede feedback. Ja, dankjewel. Ik wil iets zeggen over de presentatie. Ik vond het wel dat jullie goed konden samenwerken. Vond je het geen beetje hakkelijk, zou jij dan goed over? En je zag ook gewoon goede timing van dingen die je achter. Ja, dat is goed. Nou, hij is klaar hoor. Nou, hoezo? Nee. Oh, je was al klaar. Ik ben niet helemaal klaar. Oh. De conceptcirkel zou ik. Ik zou eerst wat laten zien en dan de conceptcirkel pas doen. Want dan kun je. Ik begrijp het beter. En dan moet je deze alleen maar woorden. En dan zie je wat voor hoe ziet het eruit dan. Dus als je dat andersom doet. Ik denk dat dat een soort samenvatting is. Ja, precies dezelfde filosofie die ik net al aangaf. We dachten dat het een soort van reis was. Ja. We waren bang van, als we inderdaad het product gelijk lieten zien van in een filmpje of inderdaad het product zelf, dat dan of de aandacht verzwakte of de interesse zou verzwakken. Want je ziet het al, ja. Dus dan het enige wat daarna komt, is nog maar nader uitleg. Ja, in hoeverre willen mensen dat volgen?
Dus dat was onze filosofie, maar dankjewel. Ja? Ik wou wat tegen jou zeggen, Arjen. Je ziet soms inderdaad dat je een beetje niet uit je woorden komt, maar dat heb ik ook altijd. Maar ik word er altijd hartstikke rood en ga zeggen. Maar jij bent heel rustig en dan wacht je gewoon even en dan wacht je tot je weer weet. Dus dat vond ik wel goed. Ja, dankjewel. Ja, ik had er nogal moeite mee om deze keer weer te gaan presenteren. Want niet vorige periode, maar die keer daarvoor heb ik het echt enorm verpest. Je blijft wel rustig. Ja. Ik vind dat het helemaal gek genomen. Dan haal ik het verhaal ook beter. Dankjewel. Mag ik nog even één momentje? Wij zijn nu aan het filmen voor mijn competentie, communicatie. Is er nog meer feedback over mij? Van mijn presentatie, hoe ik ervoor sta. Ben ik duidelijk, ben ik onduidelijk, gaat ik snel, gaat ik langzaam? Ik vind dat je wel heel duidelijk praat ook, ja. Maar je praat ook gewoon enthousiast. Dat je het echt gewoon, het is gewoon jouw idee en je vindt het gewoon heel leuk. Ja. En dan kun je gewoon zien dat hoe je erover presenteert. Ja. Nou, dankjewel. Dit klinkt ironisch als het van mij komt, maar soms dan had ik een beetje moeite met verstaan wat je zei, omdat je te snel praatte. Ik ging nog iets te snel zo. Ja. Ja. Nou, doe ik zelf ook fout, maar... ja, heel mooi. Je bent wel zo enthousiast dat je woorden er snel uitflappen, dus... Wat ik wel grappig vond, is dat je tijdens de presentatie sprak je heel vaak in de verleden tijd. Wat ik wel snap, omdat je het gedaan hebt. Ja. Maar dat maakt dat je verhaal overbrengt waarvan je eigenlijk zegt, nou en toen gingen we dit, en toen gingen we dat, en toen gingen we dit, en toen gingen we dat. En daardoor ben je minder erbij. En als je het in de tegenwoordige tijd vertelt, dus je zegt, weet je wel, in plaats van toen zouden we en we zouden dit en we zouden dat, dan zeg je gewoon, dan gaan we dit doen en dan gaan we dat doen. Het klinkt gewoon al veel actiever en veel meer alsof je erbij bent, waardoor je meer betrokken bent, denk ik, bij je verhaal dan wanneer je de hele tijd in de verleden tijd bent. Dat is een hele goede. Ja, dat moet inderdaad maar. Ja. Ik denk nog ook altijd, dus viel me op. Ja. Nog meer? Iedereen blij? Mooi. Dankjewel.